Goedemorgen. Tenminste, de morgen is al even aan de gang. We gaan vandaag weer knutselen. En de vorige keer zijn we natuurlijk bezig geweest met de achteras om die voor te bereiden. En dat werk gaat gewoon door. Ik moet hem zo nog even een beetje opschuren. En dan ga ik hem mooi spuiten, zwart. Dat het origineel gaat lijken natuurlijk. En verder wil ik voorbereiden de laatste dingetjes die gedaan moeten worden voordat de auto uit de kantelbak kan. En dat is onder andere ook de hemel. Ik pak de camera even los. Het hemeltje. Kijk, boe, ik zal hem even keren, dat is makkelijker. Die zit er snaarstrak in. En dat is een originele. Dus met de goede perforaties, de goede structuur. Alles erop en eraan. En hij is nog hartstikke netjes. Enige is, hij is de verkeerde kleur. Nou, ik heb mijn Recaro interieur, wat natuurlijk uiteindelijk hier ergens gaat komen, heb ik allemaal bekleed. Dat bekleden, dat is een van de weinige dingen die ik uitbesteed heb, want daar heb ik gewoon de spullen echt niet voor. Maar ik heb wel overleg met die meneer. En die zei, die gaf mij een hele goede tip, want ik heb dit al een poosje in de planning staan. Ik zeg, joh, zo'n hemeltje, daar zit je nooit aan en dat heeft eigenlijk niks te lijden. Dus als je nou slim bent, dan spuit je die gewoon over in de goede kleur. Nou, dus ik onderzoek doen. En wat blijkt nou? Er is hele goede verf beschikbaar. Probleem moet uit Amerika komen. Maar ja, goed. Het moet toch maar gebeuren. Dus die verf besteld, die komt als het goed is vandaag binnen, hoop ik. Dan kunnen we dat vandaag nog doen. Dus ik ga die helemaal gewoon overspuiten in de goede kleur. Dus dan behoud ik de originele structuur en de goede passing en de strakheid en dergelijke. En dan fix ik het enige wat mankeert. En dat is natuurlijk de kleur. Dus zo wou ik dat gaan doen. Maar dat moet wel voorbereid worden, want zoals je net kan zien, hij is helemaal goor van al dat slijpen en zo. Dus goed, voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nu met de achteras verder schuren. Brunox, dat ik die aan het eind van de dag in de zwarte lak kan spuiten. Hetzelfde recept geldt ook voor de koppelstangen die we vorige week aangepast hebben. Maar goed, laat ik maar gauw beginnen. Zo, kijk daar. Die ligt hier fijn. Die ligt hier heel fijn. Het laatste stuk vorige keer gespoten natuurlijk. Dat ziet er nog hartstikke fijn uit. Maar het heeft van de week heel iets geregend. Dus er zit weer wat bruin op de as. Dan ga ik het eerst even afschuren. Zodat hij in de Brunox kan. En dan in de lak. Zo, dus ik heb net de as geborsteld weer. Even deksten er weer af. Er zat haast niks op. Afgeplakt. En nu heb ik hem in de Brunox gezet. Dat spul dat kennen we. Dat werkt als een trein. Kijk, wat een mooi paars. Dus dat is straks een solide fundament om de zwarte lak over te gaan zetten. Dat wordt hartstikke mooi zo. Ook wat onderdelen gestraald gehad. En die moeten even buiten hangen en die krijgen dezelfde behandeling. Kijk, dat zijn de reactiearmen van vorige week natuurlijk, hè. Waar zie je het? Hier met de boutje erin, met de holle ruimtebescherming. Gestraald en die hangen nu ook lekker. Nou, omdat ze gestraald zijn, is het oppervlak al hartstikke zuiver. Dus daar ga ik met een ontwette doekje even over en dan blaf ik die in de kleur. En dan is dat weer picobello in orde. Dus net de achteras gespoten. In een hele mooie, bijna originele look. Tenminste, de glansgraad en de kleur is echt perfect, net origineel. Alleen dan heb ik deze jongen nog. Dat is zeg maar een soort balans voor de as. Trillingsdemperblok. En zoals je kan zien, dat is gewoon een heel grote roestige bonk metaal. Nou, heb ik hier achter mij een hele fijne straalkabine. Dus
ik ga dit ding even stralen en dan kan hij ook vandaag nog in de zwarte laak. Jazeker. Zo, kijk eens eventjes. Gestraald en wel, jazeker. Die ga ik dus nu even zwart spuiten. Eerst afblazen, ontvetten en dan mag die zwart. Oké, okay. Moment van de waarheid. Eens eventjes cadeautjes uitpakken. Dat is altijd het leukste met spuitwerk. Afplakpapier er weer af. Dan kun je namelijk zien wat het eindresultaat wordt. En ik denk dat het hartstikke netjes wordt. Is geworden. Hier, kijk dan. Oh, lijkt wel Sinterklaas. Nou niet met mijn poten in de natte verf, dat zou wel een beetje jammer zijn. Hier, zo. Maar precies de bedoeling, hè? De as ziet er hartstikke origineel uit. Net alsof dat zo uit de fabriek gekomen is. Ja, ik vind het heel mooi. De glansgraad is precies wat het hoort. Dus, goed resultaat zou ik zeggen. Great succes. Tja, ik had aan het begin van de ochtend gedacht dat ik ook met de hemel verder zou gaan. Dat de verf binnen zou komen. Nou, we zijn inmiddels richting het einde van de middag. En geen postpakket te zien. Dus ik denk dat even moet wachten. Wat ik wel kan doen, wat ook nog moet, is het volgende. Eventjes... Ja, kijk, hier heb ik een radiateurtje en toen ik die net uit het schap trok, toen kwam zeg maar dit eruit en dit. Ik weet niet wat het voor gruzelementen zijn, maar het is niet helemaal fris, dus die ga ik even doorspoelen. Ja, dit lijkt wel redelijk als hetzelfde als dat ik de motor afdaal. Precies. Het kost er ook in één keer zo heel hard uit. Ja, dat is geslaagd. Dat is goed. Doe dat maar eens even. De bus is leeg, dus hier stopt het voor nu. In ieder geval met overspray spuiten. Kijk eens eventjes. Draaien? Hallo? Wat is dit knopje moet ik hebben? Kijk. Volgens mij ziet dit er al redelijk authentiek uit. Hier en daar moet nog wat bij. Dus hier wil ik nog wat extra zwart nog. Maar dit is een beetje het idee waar ik voor ga. Is dat bepaalde stukken van zeg maar de bodem. Van hoe de auto gespoten wordt. Daar werd een overspray van wagenkleur op gezet. Dus dat ben ik nu aan het nabootsen. En vanaf hier, naar boven zeg maar, die rand, dat wordt sowieso meegespoten met de buitenkant. Dus daar komt sowieso wagenkleur op. Dus dat naar binnen toe is overspray en dat moet ook passen bij de rest. Dan lijkt het mooi origineel. Dat doe ik gewoon met simpele busjes. Die hebben we ook al eerder gezien in de video. Maar hij is nu leeg, dus dit wordt vervolgd. Dus vandaag aardig wat stappen gemaakt. Met de achteras die er super mooi uitziet. De, hoe heet dat? Radiateur voor de andere mand klaargemaakt. Ja, want die gaat in de 18S. Wat dingetjes gestraald, gespoten, gedaan. Dus ja, ik ga nu nog even een beetje opruimen. En er is nog een deur die uit elkaar moet. Is dat leuk om te filmen? Misschien wel. Dus ja, ik ga nog even een beetje rommelen. Zo, de deur uit elkaar. Ging mooi vlot. En nu heb ik nog net even een mooie tijd om de balken vol met RX-7 te purren. RX-7, dat is een heel mooi goedje. Ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben. Kartonnetje. Ik wil het even laten zien. Hier. Nee, kartonnetje? Oh, ik heb hier ook een kartonnetje. Top. Zo, daar was ik weer. Kijk, even een kartonnetje gepakt. Ik zal het op het witte kantje doen. Dat is een beetje groenige drap, zeg maar. En dat is ook een beetje chunky en een beetje kleverig. Dus dat is eigenlijk perfect voor in de holle ruimtes. En heel toevallig
is het daar ook voor ontworpen. Dus ik ga met dit apparaatje eventjes de holle ruimtes vol purren. Nou, dat gaat vrij simpel. Ik zal het even laten zien. Maar overal, als we bijvoorbeeld deze balk hier nemen. Kijk, overal onder de auto zitten allemaal gaten. Nou, we nemen een rietje. Die doe je in het gat. En dan blaf je hem vol vol. Zo. Nou, andere kant op het gat in. Hetzelfde trucje. En terug, rustig terugtrekken zo. Dit gatje. Rietje erin. En rustig terugtrekken. Andere kant op. Nou, en zo pur je in principe gewoon in elk gaatje wat van die spullen. En dan is het weer beschermd, zeg maar. Dus dat ga ik nu doen. Dat is mijn leven op dit moment even. Kijk, hier kun je het zien. Dit is wel aardig. Want hier zitten behoorlijk grote gaten in. Kijk. Zie, ik weet niet of het goed te zien is op camera. Maar als ik hier in dit gatje wat inpeur. Dan zie je het op een gegeven moment. Zie je het naar beneden lopen. Volgens mij kun je er net niks van maken. Dat is echt zo. Dus dit is eigenlijk hoe dat werkt. Holle ruimtes behandelen. Eigenlijk stelt het niet zo heel veel voor. Hè? Maar je moet gewoon even de tijd ervoor nemen. Dat overal even goed wat inkomt. Dus dat ga ik nu doen. En omdat de camera bijna leeg is. Zet ik hem niet op timelapse. Want ik denk dat we wel gezien hebben hoe dit werkt. Het is niet zo spannend. Zo, dan zijn we weer aangekomen aan het einde van deze zaterdag. En ik denk dat vandaag als een great succes beschouwd kan worden. Want de as is klaar. De as is helemaal gespoten nu. Er moeten nog wel wat dingen aan gebeuren, zoals de seal en nieuwe kabels en wat schroefjes nieuw. Maar het grootste gedeelte van het werk is denk ik geweest als het ontroesten en het spuiten. En dat is hartstikke mooi geworden, tenminste. Het ziet er behoorlijk origineel uit, dus het is goed gelukt. En verder vandaag nog wat dingetjes uit elkaar gehaald, wat dingetjes opgeruimd, de bodem nog gespoten. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is voor vandaag. Hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.